Ja, dan zitten we opeens aan tafel bij Den Elze Schoenmode. Waarom mode? Waarom mode? Nou, zoals u ziet, alle schoenen is gewoon mode. Dus vandaar. En Piet, wat maakt dit vak nou zo leuk? Het vak is zo leuk omdat we werken met mooie materialen, mooie modellen, mooie schoenen. De passie om mensen te helpen aan een goede schoen die goed passend is, maar die ook nog leuk is. Ja, want het gaat niet alleen echt om dat uiterlijk. Ik begreep ook van de jury dat die passie, die je eigenlijk net ook al benoemd, dat die er echt in zit. Wat is die passie voor schoenen? Die passie is gewoon, ja, dat is er ingegroeid in de loop der jaren. Ik ben het vak jaren geleden ingerold en ik heb gewoon iets met schoenen gekregen. De uitvoering van de modellen, de manier waarop ze gemaakt worden, de pasvorm inderdaad, dus de leesten waarop ze gemaakt worden. Alles wat daarbij komt kijken en alle mooie materialen die gebruikt worden. Jullie vieren dit jaar een jubileum, in Leiden begonnen, naar Leiden dorp gegaan. Hoe moeilijk was die stap? Ja, was op zich niet zo heel moeilijk. Toen we besloten om uit de Merenwijk weg te gaan, was ons oog al gevallen hier op de locatie in Leiden dorp. Ook omdat we al veel klanten uit Leiden dorp in de Merenwijk hadden. En we wilden ook niet te ver van de Merenwijk af gaan zitten. Dus we zitten eigenlijk op een punt tussen dorp Leiden in en of dorp Leiden dorp en Leiden in en ja, dat is gewoon prima bereikbaarheid en dat is goed voor ons om ons op te komen zoeken. Wat maakt Leiden dorp leuk? De mensen zijn hier heel vriendelijk. Echt heel vriendelijk. Je merkt wel dat je niet in een centrum zit van Leiden of een andere stad. Het is veel toegankelijker. Mensen zijn nog toegankelijker zelf. Ik heb nog één uitdaging. Zo kan ik niet op het podium natuurlijk tijdens de LLP. Heb jij een oplossing? Dan ga ik wel iets moois verzoeken, Rudo. Ik ga eens kijken of wat voor je kan vinden.